Yes guys, Paul hier. Welkom weer bij een goed nieuwe video. In deze video ga ik het met je hebben over Facebook Ads en het schalen van Facebook Ads en daar een specifieke guide voor. Ik heb natuurlijk een video gemaakt over wat is e-commerce, hoe gebruik je Facebook Ads en hoe schaal je Facebook Ads. Laten we er gelijk induiken. Wanneer moet je eigenlijk gaan schalen met je product? Je verkoopt nu een product online en je hebt een paar sales en je kijkt naar je ROAS en je begrijpt er momenteel nog geen houtje touwtje van wat er gebeurt. Als je ROAS 2 plus is op laag budget en ideaal op 3 plus ROAS, kan je gaan schalen. Als je schaalt gaat je ROAS vaak omlaag. Hoe hoger je ROAS is, daarbij des te beter. Je wilt dus meerdere sales op laag budget adsets zien. Eén sale kan ook toevallig op een adset zijn. En je wil ook goedkope linkkliks hebben, het liefst onder de 0,60 eurocent. Als je ROAS super hoog is en 4, dan zijn hoge kost per klinks niet heel erg. Nou, wat voor schaalstrategie heb je allemaal? Je hebt verticaal schalen, je hebt het verhogen van budget op je adsets. Je hebt horizontaal schalen, je hebt het maken van nieuwe adsets voor nieuwe doelgroepen om die te targeten voor je product. Je hebt lookalikes, lookalike audiences en dan selecteer je een doelgroep en Facebook vindt mensen soortgelijk aan die doelgroep. Ik heb nog een complete video waarin ik mijn complete 5 stappenplan voor je ga uitleggen voor Facebook ads. Maar dit is even een korte uitleg van wat voor manieren zijn er om überhaupt te kunnen schalen. Nou, je kan dus verticaal gaan schalen en dat is het verhogen van het budget van de adset. Dupliceer niet, het is gewoon puur verhogen. En wat je hierbij doet is elke 48 uur dat je ROAS 2 of 3 plus is ideaal, kan je met 20 tot 30% verhogen op die adset. Van 5 euro naar 6 euro naar 7,50 etc. Dit is een langzame schaalmethode, maar deze werkt wel uitermate effectief. Je kan ook van 5 naar 50 in één keer schalen en het kan ook werken. Alleen er zitten iets meer risico's aan vaak. En zie je dat je ROAS opeens heel erg flink dipt, kan je ook 20-30% terugschalen. Om ervoor te zorgen dat die weer terug optimaliseert. Nou, wat voor lookalikes heb je? Je hebt lookalike audiences en dat zijn eigenlijk allerlei soort audiences. Mensen die op je site hebben geklikt. Mensen die je video advertentie hebben gezien. Mensen die op add to cart hebben geklikt. Mensen die op initiate checkout hebben geklikt. Mensen die je video hebben gezien. Daar heb je dus 1% van. 1 tot 5% en 5 tot 10%. En daarin ga je nog steeds op dezelfde landen die je momenteel al target. Alleen met 1,50 euro budget per adset. En op al deze view content 1%, 1 tot 5%, 5 tot 10. Heb je dus straks 100 tot 200 adsets per campagne. Die zet je op 1,50 euro aan. Dat kan er echt voor gaan zorgen dat jouw product echt gaat opblazen op deze manier. Nou, dan hebben we nog horizontaal schalen. En als je product verkoopt aan doelgroep, is het logisch dat de andere soortgelijke doelgroepen ook interesse hebben. Dus dupliceer winstgevende adsets, zodat Facebook kan zoeken naar dezelfde pockets en dezelfde interesse. Maar test daarnaast ook meer interesses. Je weet nooit wie je product gaat kopen, je moet het uiteindelijk gaan testen. En test alle mogelijke interesses die er minimaal zijn voor je product. En dat zijn er minimaal 10. Dit was even een superkorte video voor jou hoe je Facebook Ads kan schalen. Ik ga mijn volledige teststrategie, mijn 5 stappenplan richting 100k per maand met jou delen in onze volgende video. En dan check je daar snel weer. Ciao, ciao.